Sarah, kijk eens wat ik kan. Tada! Ik kan eitjes leggen. Dat kan jij niet, Sarah. Nee, eitjes leggen kan ik niet. Maar met wit, rood en oranje papier kan ik wel een kip knutselen. Echt? Oh, ik ga ook een kip knutselen. Kippen zijn leuk, want die leggen eitjes, net als ik. Wee! Goed, we gaan eraan beginnen. Ik leg mijn wit papier voor mijn neus en ik begin met mijn hand over te tekenen op het blad papier. Hoe doe je dat? Je legt gewoon je hand op je blad en je tekent er rond. Zo. Pinkje. De ringvinger. En de duim. Tada! Mooi, hè? En dan verbind je de lijntjes met elkaar, zodat de hand helemaal dicht is. En die knip je dan uit. Zo. Onze hand is klaar. Die leg ik eventjes aan de kant. En op rood en oranje papier teken ik de snavel, de lel, de kam en de pootjes. Zo. De pootjes. Zo. En dan het lelletje. En de kam. En knippen maar. Zo. De pootjes zijn ook klaar. En nu het lelletje. Zo, nu heb ik alles om van mijn hand een kipje te maken. Nu gaan we alle stukjes opplakken. Het snaveltje, dan kan mijn kipje goed kakelen. De kam van mijn kipje. Het lelletje. En als laatste de pootjes. En ons kipje is bijna helemaal klaar. Natuurlijk hebben kipjes ook ogen, zodat ze goed kunnen zien. Dus mijn kipje krijgt ook oogjes. Mijn kipje is helemaal klaar. Mooi, hè? Tada! Mijn kippetje is ook klaar. Mooi, heel mooi. Zeg, 1, 2, 3. Sokpop, ik denk dat jij een mini klein foutje hebt gemaakt. Een foutje? Ja, jouw kip die heeft 4 poten. Ja, en dan? Ja, kippen hebben maar 2 poten. Echt? Ja. Maar Sarah, dat is geen foutje, hoor. Nee, mijn kippetje heeft 2 pootjes om vooruit te lopen en 2 pootjes om achteruit te lopen. Oh. Slim, hè? Heel slim.